Stefan de Geijter, trainer van DVS 33. Deze wedstrijd, hoe heb jij die gezien? Ik denk dat... Vanaf de bank, denk ik. Ja, vanaf mijn stoeltje inderdaad. Ja, ik was al blij dat ik in ieder geval op het stoeltje kon zitten vandaag. Want vanochtend de vrijwilligers met de aardvoorzitter voorop om 8 uur eerst het veld schoongemaakt. En als dat niet was gedaan, dan had ik ook niet op het stoeltje hoeven te zitten. Dus grote complimenten. En eigenlijk zijn die 3 punten dan voor diegenen die erin mee hebben geholpen om het veld schoon te maken. Want anders hadden we hem niet op kunnen halen vandaag. Ik voel me heel schuldig, want ik had er eigenlijk ook moeten staan natuurlijk. Maar ja, goed. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd dus toch gespeeld. En een mooie 2-0 overwinning, Stefan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Uiteindelijk goede 3 punten. Maar ik vind wel dat wij niet onze beste wedstrijd hebben gespeeld. Als ik kijk naar de afgelopen 2 wedstrijden hebben we beter voetbal dan vandaag. Jaap en ik hadden het al wel redelijk snel door in de wedstrijd van het wordt niet onze beste wedstrijd. En daar hebben we eigenlijk ook wel op gewisseld. Als je kijkt naar het is helemaal niet zo dat Maarten slecht speelde of zo. Maar ja, met Frank erbij hebben we iets meer fysiek erbij. Dus vandaar daaruit en met Gaston gewoon weten we ook Kopper. Net wat te groter dan ook dan Ernd. Terwijl Ernd het hartstikke goed deed. Maar dan ga je eigenlijk iets meer op waarin hun nog gevaarlijk in kunnen worden. Hebben we ons daarin een beetje proberen te versterken. En daarin ook eigenlijk onze wissels in toegepast. Door de manier van spelen van Harkemase Boys krijg je eigenlijk nooit echt grip op de wedstrijd. Hè? Want er kan van alles en nog wat gebeuren door dat opportunisme wat zij erin gooien. Ja, hun spelen heel optimistisch. Alleen vind ik dat wij in die eerste fase, in onze opbouw, moeten wij dichter bij elkaar spelen. En moeten wij ook meer doen zonder bal. En dat hebben we de voorgaande wedstrijden hebben we dat heel goed gedaan. Dat vond ik vandaag echt te weinig. Als ik kijk van in wat voor intensiteit we vrij willen gaan lopen. Bijvoorbeeld Aaron Omar, die heb ik tegen ACV en Dovo heb ik hun veel beter gezien. Veel betere afstemming, veel meer met elkaar bezig. Vond ik dat dat vandaag te weinig was. En eenmaal in de intensiteit van vrijkomen, aan de binnenkant spelen, aan de buitenkant spelen, diepte maken zonder bal. Daarin moet ik wel zeggen dat ik vond dat Nicky het enorm goed heeft ingevuld aan de linkerkant. Op die plek samen met Benna. Daar was ik wel heel tevreden over. En natuurlijk ook enorm genoten van dat fantastisch uitgespeelde eerste doelpunt. Ja, dat was wel even genieten. Want dat was ook iets waar we donderdag op hebben getraind. Kijk, dat had ik verwacht. Trainerstaal, hè? Prima. Ja, nee, we wisten van de wedstrijden ACV Dovo. We spelen hartstikke goed. Alleen in die laatste fase moeten wij veel meer rendement gaan halen. En we probeerden eigenlijk met elkaar nu meer duidelijkheid te scheppen. Van als wij dit doen, wat kunnen we dan van elkaar verwachten? Waardoor we niet helemaal afhankelijk zijn van wat gaat er gebeuren allemaal en op de grote gok gaan we iets doen. We hebben iets meer proberen structuur daarin te brengen en dat het gelijk vandaag uitbetaalt. Ja, dat is een groot compliment voor de jongens dat ze snel dingen oppakken en dat is hartstikke mooi. En dat ze verdedigend de wedstrijd ook gewoon op slot gooien en ook werkelijk zich met alle machten voor die bal storten. Dat vond ik ook wel mooi om te zien. Ja, helemaal eens. En als ik kijk dan naar bijvoorbeeld Stijn, die heeft daarin op een gegeven moment heeft hij best wel een pittige situatie. 1 tegen 1 tegen Berwoud Bijmers. Gewoon een hartstikke goede speler van hun. En hoe hij dat dan oplost en dwingt hem naar buiten. En hoe hij dat verdedigend vandaag heeft gedaan. Petje af voor zo'n jonge jongen die er in 1 keer moet staan omdat Sam geschorst is. Maar verdedigend heeft hij in mijn optiek geen steek laten vallen. In de opbouw vind ik wel dat hij een stapje moet gaan maken van om aan voetballen toe te gaan komen. Ja, prima overwinning, 2-0. Tarik Evre, zit hij er een beetje aan te komen, Ali Akla? Dat is nog wel een traject. Dat zou je eigenlijk even aan mijn fysio's moeten vragen. Dat is toch een beetje meer hun vak dan mijn vak. Dus dat laat ik ook bij hun. Als ze fit waren geweest, waren alles op de bank gezeten. En dat is helaas niet. Maar de selectie is breed genoeg. En je hebt ook nog heel veel jongens onder de 23. Ja, eens. Vandaag ook Joram aan laten sluiten. Doet hartstikke goed bij onder 23. Nou, dan zie je ook, dan willen we daar ook eigenlijk van profiteren. Vandaag helaas niet in kunnen vallen. Maar het is wel een beloning voor zo'n jongen om hem in ieder geval erbij te halen. En te laten zien dat hij op de goede weg is.
3 punten erbij. We zijn over Dovo heen gesprongen. Het ziet er weer zonniger uit dan verleden week eigenlijk. Ja, het is maar net hoe je het ziet, hè. Als je kijkt naar het voetbal inhoudelijk vind ik het iets minder. Maar als ik kijk naar de punten, dat wel, ja, eens. Oude resultaattrainer begin je te worden, hè? Nee, liever niet. Oké, <Okay. laughs> bedankt, hè. Goed weekend. Ja, dankjewel. Jullie ook. Daan Huiskamp. Ik weet dat jij het heel belangrijk vindt dat je de nul houdt. En dat is mooi gelukt vandaag. Ja, alweer zou ik bijna zeggen. En ik geloof na de winterstop clean sheet nummer 3 of 4. Dus dat is hartstikke lekker. En dus ja, vanuit als wij de nul houden achterin, dan maak je het voor de aanvallers ook wat makkelijker om dat balletje binnen te schieten. Dus nee, heerlijk dat we de nul hebben gehouden. Ben je tevreden met deze overwinning? Vind je het een zakelijke overwinning of vind je het een overwinning van het voetbal? Of? Ik denk dat wij wel geprobeerd hebben om te voetballen. Alleen ja, af en toe gewoon heel lastig. Hun zakte in sommige fases zakten ze gewoon in. Waardoor wij heel veel lopende mensen moeten hebben om aan voetbal toe te komen. En dat is nou eenmaal gegeven met ons dat wij gewoon heel erg veel moeten voetballen om wat kansen te creëren. Want de tegenstanders zijn niet gek, die graven zich in. Ja, na 1-0, 2, ja, na 2-0 beginnen hun wel wat meer druk te zetten. Maar ja, dat mocht. Dan gaan wij wat meer lange ballen spelen, zeg maar. Dus ja, een overwinning van echt wel hard werken vandaag. Niet even goed, maar wel fases gehad waarin we gewoon echt wel onder druk uit hebben gevoetbald. Alleen dan mist net op het laatste moment dat juiste balletje voor, waardoor we binnen tikken. En waardoor je 2-3, 4-0 voor staat. En het echt wel makkelijker maakt voor ons. Ja, precies. Want in die laatste fase, de laatste 20 minuten, werd het toch nog een beetje druk in het strafschopgebied. Word je daar nooit eens een keer zenuwachtig van, Daan? Nee, ik word nooit zenuwachtig. Ik vind het alleen maar lekker. Of het nou aan de voet is, de bal, of een redding, uitkomen. Lekker. Lekker als je een balletje uit de lucht kan plukken, waardoor je echt weer even wat rust kan creëren. Lekker om die bal aan de voet te hebben, om te kijken of je nog een voetballende oplossing kan vinden. Ik weet dat de mensen hier in Hemelo in het publiek er af en toe wel een beetje hartkloppingen van krijgen, zeg maar. Maar dat is nog heel even. Dat zit nog eenmaal in mijn spel en dat blijft in mijn spel zitten. Dus, ja, maar het valt mij wel op dat je toch makkelijker en eerder de bal lekker een hengst geeft naar voren. Ja, iets meer doseren. Ik heb in het verleden ook wel eens wat risico's genomen wat niet lekker uitpakt. Het heeft geen doelpunt gekost, maar het was wel gewoon dat je dan echt onder druk kwam te staan, zeg maar. We moeten die bal dan gewoon lekker voorin vasthouden. Dus dan is het wel makkelijker voor hem die bal wat langer te spelen, ja. Juist. Je bent natuurlijk een keeper met ongelooflijk veel ervaring. En ik heb zelf het idee dat je nog steeds op tweede divisieniveau zit, Daan. Ja, dankjewel. Maar vind ik zelf ook. En des te vervelender en jammer dat ik dat het over 3 maanden ophoudt hier. En, ik ben het met je eens. Zeker topfit en echt nog wel van waarde kunnen zijn voor derde divisie en tweede divisie. Ja. Staan de clubs in de rij? Nee. Heel vreemd. Nou ja, goed. Deze open sollicitatie pik je maar mooi even mee, hè? Zo is het ook weer, Pieter. Bedankt.